Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn been en armen harsen. En waarom ik dat doe, is gewoon voor de oor. En nou, dat kan ik dus zo doen. Zien. En doe staat een blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie. Oh. Zo, daar ben ik weer dus. En ik heb nog wel best wel wat haren op de armen, maar dat kun je niet zo goed zien. En op school deden we vrijdag lijm op de armen en dat even laten drogen en dan eraf halen. En dan is het zo pijn, mijn arm was zo rood en het zou daar ook wel weer gebeuren. Dus dat laat ik jullie wel zien. Nou, dan doe ik even dat loopje eraf. Of dan ga ik wat lijm erop doen, wat zie je doet mensen. Zal ik even nieuwe. Is blijkbaar van de bovenkant dicht, dus daar komt niks meer uit. Dus doe ik hem even gewoon omkiepen. Maar daar gaan we dan. Zoals jullie kunnen zien, komt het wel uit. En niet zo'n klein beetje meer. Dat is zo niet lekker. En ik kreeg het er niet meer van af, dus daar deed ik het gewoon in het water. En meer kastjes en en het is helemaal hard. Ja, ik weet je. Het voelt echt graag. En nou, dan ga ik het maar even afwassen. Op school ben ik er echt helemaal mee bezig geweest. Ook om het zo wat meestal niet te zagen. Dit is zo klein, dus ik was maar gewoon een masker aan het doen. Nou, ik ben zoals jullie kunnen zien even hier wat af aan het wassen. Een beginnetje aan maken, zeg maar, want dan gaat het wat makkelijker. Zo. Oh, dat is zo niet chill. Nee, je ziet gewoon dat het heel erg goed is. Maar er is gewoon één harde laag geworden over mijn ding, over mijn huid. Maar je kan niet zo heel goed zien, maar weer thuis ook. En laat het in de reacties weten hoe het bij jullie voelde. Want als je echt veel haar hebt, niet chill. En ik had nogal best veel haar. En ik laat jullie dadelijk even zien. Verder ben hoe het er op het einde uitziet. Dus tot zo. Dat was een stukje. Het doet zoveel pijn. En het is ook echt rood. En ik snap niet waarom ik dit heb gedaan. Maar voor jullie kijkers doe ik het natuurlijk. Hè. En ja. Ja, ik moet nog dit hele stuk. En dan was dit. Dus dan zie ik jullie zo weer. En als je nu niet geabonneerd bent, dan doe dat alvast. En doe het zelf dus ook. En dan laat er een reactie zitten. Dus ik moet nog even een stukje doen, maar dat ga ik eigenlijk niet meer doen. Ik zit de hele tijd echt te verpijn. Ik zit echt meer jammer. Dus ja, ik ga maar even mijn water en dan zie ik jullie zo. Nou, dan ben ik dan bij de kraan gekomen en ik kan nu maar allemaal even mijn water doen. En dan zien jullie het zo wel weer. En doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog en verzin iets en dan zie ik jullie dat de volgende keer weer.